jaren daarna hier niet blijven. De Blankaart is veel te klein. Maar ja, waarom zouden ze hier niet blijven? Waarom niet? En ze bleven een week, een maand, maanden, een zomer. Ze kregen een volwassen verenkleed met de typische witte staart. En tot één ieders verbazing begonnen ze Jandori de voorbije herfst ook een nest te bouwen en regelmatig te paren, open en bloot. Als een vogel paart een nest bouwt, dan zal die ook wel eieren leggen, dachten we. Maar onze Nederlandse collega's gaven ons het advies geen al te hoge verwachtingen te koesteren. Er kon nog heel veel misgaan. Betty en Paul waren immers een jong koppel, onervaren in een nieuw gebied. En voor hen, net als voor ons trouwens, kon er nog van alles mislopen en was alles een eerste keer. En om er zeker van te zijn dat Betty en Paul ongestoord hun hoesting konden doen, hebben we eind oktober een beschermcomité opgericht. Een groep vrijwilligers die het nest in het oog hielden en elkaar informeerden en zo verstoring kon voorkomen. Het aantal uren dat die mannen naar dat nest hebben zitten kijken is niet te tellen. Sommigen hebben er een zeearendenkijkenverslaving aan overgehouden. En ik wil daarom de collega's van dat beschermcomité van harte danken voor hun inzet, hun mooie foto's, hun berichten. En ik ga ze ook even met naam noemen. Als ze hier aanwezig zijn, moeten ze maar eens wuiven als ze hun naam horen. Wim Bovens, Wim de Bruyne, Koen de Vos, Koen Maréchal, Norbert Roodaert, Floris Verhagen, Danny Bouwens en Bram Vlaming. Ik weet niet wat de reactie was van hun partner. Ja, dank u wel allemaal. Ik weet niet wat de reactie was van hun partner als ze na uren zeearende spotten weer thuis kwamen. Maar mijn partner Trace heeft mij meerdere keren gevraagd of wij misschien zelf die arendeieren aan het uitbroeden waren. Goed, oké, in oktober was er het nest en in november was er al een eerste storm. En ik herinner mij nog dat ik in de vooravond van 200 november, toen de storm Tjaran, of hoe spreek je dat ook weer uit, gaan liggen was, naar de Blankaart reed en hier in het park over omgewaaide stammen moest klauteren om de brug te bereiken en te kunnen zien of het nest de storm had doorstaan. En dan blij en gelukkig, met een grote oef, het beschermcomité kon informeren, het nest is er nog. Het moet een stevig nest zijn geweest, want nadien heeft het nog enkele stormen overleefd. Een nest in maart eieren en april de kuikens. En bij de berichtgeving die we verstuurden, gingen we telkens uit van onze intuïtie. We wilden de arenden niet storen en zijn nooit in dat nest gaan kijken, ook niet met een drone. Dat er twee eieren waren, concludeerden we op basis van het veranderende gedrag. Idem toen het eerste kuiken was geboren. De ouders gingen anders op dat nest gaan zitten en Fabienne Van Este kon het aanvoeren van het prooi in het nest filmen. En toen Wim Bovens enkele dagen later meldde dat het gedrag weer veranderde, leidden we daaruit af dat er een tweede kuiken geboren was. Maar zeker waren we niet, want we zagen ze niet, we keken niet in het nest. En pas toen op 29 april Koen de Vos 's morgens een victorieberichtje stuurde dat hij net twee donskuikentjes op het nest had gezien, was er 100% zekerheid en slaakten wij een zucht van opluchting van hier tot in Tokio. Gloria en Guido waren geen virtuele kuikens, maar wel degelijk levensecht. Vandaag start een nieuw hoofdstuk in dat zeearendverhaal. De voorbije dagen hebben Gloria en Guido het nest verlaten. Ze zijn voor het eerst gaan vliegen. Een eerste stap naar zelfstandigheid. Momenteel oefenen ze zich verder in het vliegen. Gisterenmorgen bijvoorbeeld zagen we ze rond 7 uur beide van het nest vliegen tot in een grote boom even verderop. En dat iemand het geluk heeft gehad om zowel de eerste vlucht van Gloria als die van Guido op foto vast te leggen, is ook wel een unicum. En hij is hier aanwezig, Ivan Verhelle, de fotograaf, stond telkens op het juiste moment op de juiste plek. Ivan, zwaai maar eens en een dikke proficiat. Gisteren liet Wim de Bruyne, een van de vele vrijwilligers die vogeltellingen doet, me weten dat er in de IJzerbroeken dit jaar 28 zangposten van de snor zijn geteld. Een record. En de snor, voor leken, is een van die kleine, weinig opvallende kleine bruine vogeltjes die verborgen in het riet leven en weinig mensen dus kennen. De zang, die kan je wel leren kennen. Die lijkt op een kookwekkertje dat maar blijft aflopen. Uiterst zeldzaam in Vlaanderen. En hier een record. Een absolute topper. En vergeten we ook niet de verschijning van al die grote witte vogels. De grote zilverijger, de kleine zilverijger, de lepelaar
en de overal opduikende koerijgers. Koen de Vos heeft op basis van luchtfoto's proberen de nesten van de koerijgers te tellen en hij komt aan ruwweg 30, 40 nesten rondom de Blankaardvijver onder het nest van de zeearend. Daarbij nog eens een 30 nesten in de eendenkooi van Merkem en dat betekent dat er ongeveer 6 tot 70 koerijgers hier bij ons broeden. En dames en heren, die successen zijn niet alleen het werk van Natuurpunt, maar van heel veel partners. En daarom zijn we ook blij dat er hier vertegenwoordigers zijn van de VLM, de VMM, het INBO, de Vlaamse Waterweg, de Werkgroep, de Watergroep, de Zuid-IJzerpolder, de provincie en de gemeentebestuur van Houthulst en Diksmuiden. Een heel speciaal welkom ook aan mevrouw Betty Kemping-Danen hier vooraan. Momenteel, mag ik uw leeftijd verklappen, Betty? Ja, 93, klopt het? 92, sorry, 92. Betty is een van de weinige mensen die het Blankaardverhaal vanaf het prille begin in de jaren 50 van vorige eeuw heeft meegemaakt. Samen met haar man, Wijle Paul Kemping, haar zus Irene en schoonbroer Luc Kemping, hebben zij met de zegen van moeder Kemping destijds de basis gelegd van wat de Blankaard nu aan het worden is. Uit erkentelijkheid aan de vele pioniers van toen hebben we de volwassen zeearenden, toen ze genest bouwden, daarom de naam Betty en Paul gegeven. Mevrouw Betty Kemping, hartelijk dank. Ook hartelijk welkom aan Maaike Kafmeijer en Wim Willaert, die het meter en peterschap van Gloria en Guido de Kuikens hebben aanvaard en voor wie straks de intronisatie hier op dit podium als Peter en Meter volgen. Een hartelijk dank ook aan Bart en Ulrike, de buren van rechtover, van Tronoplezier die voor een dag met hun hele equipe de straat zijn overgestoken en ervoor zorgen dat niemand dorst en honger hoeft te lijden. En dat zijn er velen, van Anne en Bert tot Sancho en Wannes, van Builaert tot Wibo en die vele, vele namen daartussenin, die zijn blij dat hun landelijke voorzitter met hen vandaag komt feestvieren. En daarom, dames en heren, geven we graag het woord aan de landelijke voorzitter van Natuurpunt, Bart van Gansbeke. Welkom, en we zijn ik vind het heel fijn om zoveel mensen te zien op dit schitterend geboortefeest. Een feest dat uniek is, dat heeft Guido er net goed uitgelegd, want het is voor het eerst in Vlaanderen dat de twee baby's zeearenden geboren zijn. Een enorme opsteken voor natuurbehoud. Zo'n uitzonderlijke gebeurtenis gebeurt niet vanzelf. Heel veel geëngageerde mensen hebben een bijdrage geleverd. We hadden het geluk dat een ver vooruitkijkend koppel, Paul en Betty, als vroegere eigenaars zorg wilden dragen voor de natuur in de Blankaard. We hadden het geluk dat er steeds erg betrokken mensen waren vanuit de natuurbehoudsector die de verwezenlijking van de Blankaard in de IJzervallei als een levensengagement hebben opgenomen. We hadden het geluk dat de overheid een sterke, positieve partner was in het hele verhaal. Er zijn drie belangrijke zaken die ik hier kort wil aankaarten, die sterk verbonden zijn met de heugelijke geboorte van Guido en Gloriette. 1. De aankooppolitiek van Natuurpunt en daarna volgende natuurbeheer. Dan ook het belangrijke natuurherstel dat op grote schaal is gebeurd. En uiteindelijk ook het derde punt, uitstekende samenwerking tussen vele partners. Samen waren die drie zaken van cruciaal belang.